De stichting Babymamas Club, BMC, heeft vandaag haar nieuwe website gelanceerd. Deze stichting organiseert sedert haar oprichting in 2016 activiteiten voor moeders, aanstaande moeders en vrouwen met een kinderwens. Het bedrijf EnRemote, onder leiding van Sean Poitier, heeft het belang van deze organisatie ingezien en gemeend haar de website te schenken. De voorbereiding tot deze schenking heeft 2 jaar geduurd. Poitier zegt dat zijn bedrijf bij haar 10-jarig bestaan op zoek is gegaan naar projecten om te ondersteunen. De slogan van EnRemote is: we geloven in jouw potentie. De keus is op Babymamas Club gevallen omdat het bedrijf gelooft dat deze stichting potentie heeft. En ons job is om ervoor te zorgen dat zij het maximale halen uit hun eigen potentie binnen hun eigen organisatie. En omdat wij zo denken en wij potentie gezien hebben in deze organisatie, heb ik toen besloten om dit initiatief te ondersteunen en om BMC een platform te geven waar ze haar verhaal verder kan vertellen en verdelen aan de Surinaamse gemeenschap. Zoals ik zei, heeft het ongeveer 2 jaren geduurd, min of meer, om tot dit punt te komen. Maar het is ook goed geweest, omdat we moesten nadenken over een aantal zaken. En hoe meer we met ze bezig waren, hoe meer we begrepen de passie die eigenlijk zit achter datgene dat ze doen. Het is vrijwilligerswerk. Hebben we ook begrepen. En ik denk dat dat ons ook heeft aangesproken, omdat als je vanuit zaken vanuit passie doet, komt het meestal beter over, maar het heeft ook bestaansrecht. Het is niet een momentopname. Het is echt iets waarvoor je leeft en waarvoor je gaat. En daarmee kunnen we ons identificeren met jullie en vandaar dat we dus jullie joinen daarin. Sharon Crawford, voorzitter van de stichting BMC, noemt de launch van de website een mijlpaal. Ze geeft verder aan dat haar organisatie de doelen bereikt met behulp van het bedrijfsleven, NGO's en de overheid. Om ons te ondersteunen om het werk dat wij ons ten doel hebben gesteld inderdaad te kunnen doen. Met deze website zijn we een stap dichter bij onze doelgroep. We zijn makkelijker bereikbaar voor onze doelgroep. Met een klik op de knop zijn we in contact met elkaar. Sponsoren kunnen ons vinden, partners kunnen ons vinden en ze kunnen onze activiteiten ook volgen. We zijn meneer Poitier en zijn team heel hartelijk, heel erg dankbaar voor deze gesten. Het heeft inderdaad lang geduurd, zoals meneer Poitier dat zei, zeker 2 jaar. Maar ik blijf het zeggen, goede dingen nemen tijd. En als u zo meteen op uw mobiel of via uw computer de website gaat bezoeken, dan gaat u zien wat voor prachtige website het is. En daar is inderdaad wat tijd in gaan zitten. En er is echt daarover nagedacht. Tot zover Sharon Crawford, voorzitter van de Stichting Babymamas Club, die vandaag haar website heeft gelanceerd. Deze website is een schenking van het bedrijf EnRemote. De lancering vond plaats in de zaal Reintegrate Ex-Militairen aan de Thomsenstraat.